Ja, Sjoerd, dat zijn lekkere 4-5 dagen voor je zo. Dus is goed binnenkomen zo. Hoewel, moet zeggen, ik baal wel een klein beetje vanavond 7-0 winnen en zelf niet scoren. Maar nee, ja, mag niet klaren. Dat gebeurt niet vaak dat de spits dan niet scoort. Maar ja, het betekende niet dat je een slechte wedstrijd speelde. Want je bracht echt weer rust in het team, net als vrijdag. Ja, ik denk dat ik inderdaad op zich wel een prima wedstrijd heb gespeeld. Veel ballen voorbereid. Ja, weet je, en dan is het lekker dat je na vrijdag, zeg maar, weet je dat dit een zware wedstrijd wordt. Fysiek zware wedstrijd. Het zijn grote jongens. Ze willen al snel door, 1-op-1. En dat weten we van tevoren. Daar hadden we een tactisch plan ook voor. En ja, dat dat dan uiteindelijk zo uitpakt. En ja, dat je toch weer zo belangrijk kunt zijn. En zo'n fantastische 7-0 eigenlijk hier neer kunt zetten vanavond. Ja, dat is genieten. Ja, wanneer voelde je dat er een hele grote score in ging zitten? Nou, toen die 3-0 na de rust snel viel, toen wist ik wel van, daar kunnen er nog veel meer komen. Want Dordrecht is toch niet een ploeg die heel goed vanuit de tactiek speelt. En op het moment dat je dan 3-0 achter staat en hun moeten komen, ja, dan krijg je alleen nog maar meer ruimtes. Ja, je bent pas een paar dagen hier, maar die rampzalige start, is die nu helemaal vergeten? Als je vanavond op de tribunes kijkt wel, denk ik. Ja, uiteindelijk heb je nog steeds 4 wedstrijden, 6 punten maar. Dus ja, weet je, we moeten nog wat schade inhalen. Maar weet je, dit zijn wel belangrijke stappen. Het is zo'n uitslag die het zelfvertrouwen opkrikt hier. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, toen ik hier binnenkwam merkte je toch dat er een bepaalde, ja, nog een beetje negatieve sfeer hing. Toch die eerste 2 wedstrijden verloren, lag wat druk op. Nou ja, dan probeer je, ja, die negatieve cirkel moet je proberen te doorbreken. En dat kun je alleen maar doen door resultaat te halen. En ja, als je dan vanavond, vrijdag al een goede wedstrijd speelt, 3-0 wint. Ja, vanavond dan 7-0 wint, dan is dat voor het vertrouwen natuurlijk heel erg goed. Want ja, er zitten natuurlijk nog jongens bij die vorig jaar een heel vervelend jaar hebben gehad met de degradatie. En ja, wat dat betreft is dit een hele goede opsteker, denk ik. Een voetballer doet over het algemeen voor zo'n camera niet een borstklopperij. Maar kun jij eens vertellen, ja, wat jij NAC hebt kunnen brengen de afgelopen 2 wedstrijden? Want met jou, ik hoor het Mats Seuntjes net bij de andere camera ook zeggen, het is echt de wereld van verschil. Ja, wat breng ik bij? Weet niet. Dus dat wat ze misten misschien. Nou ja, ik probeer hard te werken, belangrijk te zijn voor het elftal. Aanspeelbaar te zijn, met doelpunten te maken, ballen voor te bereiden. Ja, en dan hoop je dat effect heeft en dat je daar de jongens in mee kan nemen. Maar weet je, het is niet alleen door mij natuurlijk. Je doet het met een heel elftal. En als de komende weken de jongens mij de balletjes ook nog eens breed gaan geven, dan wordt het helemaal mooi, hè? Want je mist alleen een doelpunt vanavond. Ja, weet je, daar baal je als spits toch een beetje van. Ik bedoel, ik wil het liefst altijd scoren. Als je dan 7-0 wint, dat is mij volgens mij... Ik kan me niet heugen dat me dat eerder is overkomen dan met zoveel doelpunten winnen dat ik zelf niet gescoord heb. Maar ja, weet je... Ik ben natuurlijk wel hartstikke blij dat we hier gewoon heel goed resultaat hebben gehaald. En ja, nou moet je doorschakelen naar vrijdag. Als we vrijdag weer winnen, dan denk ik dat hij het weekend maar vrij moet geven.